Hey, goedemiddag, Joeke Nagel. Leuk jou hier te zien. Hi. Welkom. Hi, hi. Dank Ja, je. ja, ja. Welkom in de tweede uitzending van, over, zie, daar gaat hij al. De dood, vriend of vijand of vriend. Zo heb ik het genoemd, deze podcast. Een podcast over de dood. Ja. En een zwaar onderwerp voor sommigen. En ik dacht, goh, ik vind het eigenlijk wel interessant, zeker in deze tijd, om dat onderwerp dus te onderzoeken. En zo een aantal mensen te interviewen of die te bevragen of in gesprek mee te zijn over de dood. En wat nu, hoe de dood eigenlijk in jouw leven is of hoe je aankijkt tegen de dood. Wat heb jij eigenlijk met de dood, Joeke? Nou, ik moet meteen al, als jij zegt het heet vriend of vijand, dan denk ik al meteen, ja, maar dat is de dood. Het is helemaal geen vriend of vijand. De dood is er gewoon, net als het leven. En dat kan heel veel verschillende vormen hebben. En we kunnen ons daar op een andere manier, allemaal op een persoonlijke manier toe verhouden. Zoals we ons ook op een persoonlijke manier tot ons leven verhouden en wat we daar willen. Maar het is niet een vriend of een vijand, het is er gewoon. En voor mij is dat ook een soort van geruststellende gedachte. Het houdt ook een keer op. Niet dat ik brand van verlangen naar het einde. Integendeel, ik vind het hartstikke leuk om te leven. Maar ik moet zeggen dat mijn leven wel van grotere waarde voor me voelt, doordat ik weet dat het eindig is. Moet hier gebeuren, op deze plek. Dat maakt dat. Ja, dat ik wel. Het donker hoort bij het licht. En zo hoort de dood bij het leven. En het is niet dat elkaar in balans houdt, want het zijn twee disbalansen die bij elkaar horen. Maar ja, het geeft wel een grotere waarde voor mijn gevoel aan beide aspecten. Een dood is ook niet heel erg ingewikkeld als het leven waardeloos was. Ja, Nee, dat. dan is het minder. Dus het krijgt ook meer waarde als je leven goed is. Wat het Ja. dood ook misschien wel lastiger. Dat bedoel Ja. je. Ja. Ja, Ja. dat is eigenlijk Dus die nog. kant op. Zo heb ik er nog nooit over nagedacht. Maar dat is inderdaad wel zo. Ja. Die Ja. kant op werkt het ook. En Ja. dat klinkt dan misschien heel hard. Maar in het geval van bijvoorbeeld iemand die dementerend is en heel veel gezondheidsklachten heeft en het niet fijn vindt in het leven, nergens meer blij van wordt, daarvoor kan de dood echt een uitkomst zijn. En dan is het fijn om dood te kunnen gaan, om te stoppen met leven. Ja, dat gaat dan wel enorm samen. Stoppen met leven en doodgaan, dat is hetzelfde. Ja. Hey, en is dat eigenlijk altijd zo bij jou geweest, dat zo bij elkaar hoort? Of heeft dat ook te maken met ouder worden, dat het dichter bij het leven komt? Of eigenlijk meer onderdeel wordt van het leven in de loop van het leven? Ik denk wel dat ouder worden enorm helpt om de gedachte aan doodgaan toe te laten en te weten, ah ja, dat gaat ook nog een keer komen. Ik weet nog wel dat ik heb daar wel heel veel moeite mee gehad. Ik was ook wel heel angstig voor allerlei dingen waar je misschien wel dood aan kan gaan. Dat is ook wel minder geworden. Dan denk ik, ja, nou ja, dan stopt het. Nou, of dat weet ik nog niet, misschien wel niet, dat weet ik ook niet. Maar nee, daar kan ik nu juist wel mee leven. Maar er is wel veel veranderd voor mij sinds ik gevraagd werd door mijn ouders om erbij te zitten als zij gingen praten met iemand van een uitvaartmaatschappij. Om de verzekering door te nemen en te kijken, Oh nou, hoe ja. gaat het worden en zo. Ja. En zij wilden dat. Ze zijn altijd heel bewust omgegaan met de dood. En nou ja, er is geen uitvaart in hun vriendenkring die ze misten. Daar wilden ze altijd wel even bij zijn. Dus, ja, je moet ook ergens een hobby hebben. Ja, precies. En dan kwamen ze wel terug met, oh nou, we hebben nou dit gezien. Nou, dat willen we zeker niet. Maar we hebben dat gezien. Dat vonden we heel mooi. Dat mag bij ons ook wel. Dus ze waren echt een beetje aan het rondkijken van wat past bij ons. En hoe willen wij dat dan? Dus daar ben ik wel in meegegroeid met ze. En toen zijn we. In welke zin ben je daar dan in meegegroeid of in gegroeid? Het was niet.
Het was niet schokkend of een verrassing voor mij dat ze zeiden, nou, nu gaan we er ook nog even met iemand over praten die dat dan regelt met verzekeringen en zo. En die ook zorgt dat het zo gebeurt als wij het willen. En we willen graag dat jij erbij bent. Nou, dat vond ik prima. Want ik zal waarschijnlijk degene zijn die daar een groot gedeelte van moet gaan uitvoeren. Dus dan wil ik wel, ik wil ook wel zeker weten dat het iets is wat ik kan of waar ik ja op kan zeggen. Dat gesprek was heel bijzonder, want dat was een ontzettend hartelijke man die voldoet helemaal niet aan het beeld wat ik altijd had van doorgravers en van die aasgier. Was helemaal niet. Dus die zat en stelde heel open vragen. Een hele mooie vraag die hij stelde was, hoe zou je erop terug willen kunnen kijken achteraf? Nou, dat vind ik een hele mooie vraag. En hoe zou je willen dat het uitvaartritueel is, zodat je er met een, met plezier ingaat en goed op kunt terugkijken. Van, nou, dat was een mooi afscheid. Zou leven, bedoel je? Dat laten we dan maar even in het midden, want we hebben geen idee. Maar om je een voorstelling te maken van hoe zou je het willen hebben, vind ik dat sowieso een goede vraag. Ja. Ik had dus een vriendin en die zei, als je iets wil opbergen, dan moet je en je weet niet waar, dan moet je je afvragen, waar ga ik het zoeken als ik het nodig heb? En dan berg je het daar op. Dat is net iets als dit. Dus je moet bedenken, hoe wil ik het hebben als ik erop terug zou, en ook als de anderen, als mijn omgeving erop terug zou kunnen kijken. En toen waren we daarover in gesprek. En ik denk, we waren nog geen 10 minuten bezig. Toen zeiden, ja, maar Joeke, dat kan jij toch ook? Nou, dat weet ik niet. Nee, daar hebben we jou voor. Nee, zei hij, maar probeer nou maar eens zelf. Ga maar eens online en ga maar eens kijken wat er allemaal zoal voor mogelijkheden zijn. En wat jij vindt dat past. En zet maar eens wat op. Maak maar eens een soort overzichtje hoe dat dan zou moeten zijn. En waar je bijvoorbeeld een bijeenkomst kunt organiseren die op een fijne plek, die betekenisvol is voor jullie. En wat je met een kist zou willen, moet dat hout, moet dat riet, of moet dat, wordt het begraven of cremeren? Of allemaal hele concrete vragen. Daar heeft hij eigenlijk wel gelijk in. Dat is eigenlijk best wel leuk om dat uit te zoeken. En dus toen begon ik dat uit te zoeken en daardoor kwam ik door praktische dingen te ontdekken, kwam ik van, maar dat is eigenlijk hartstikke leuk. Want we moeten erover praten. Dus mijn ouders en ik moeten er uitgebreid over praten. Van, hoe willen jullie het? Wat vinden jullie fijn? Ja. En dat maakt voor mij het al meteen heel concreet. Ik kan het niet afdoen met, dat aspect, daar wil ik niet over nadenken. Want ja, als ik het moet regelen, dan moet het toch helder. Alles en volledig dan eigenlijk ook, hè? Ja, precies. Dus dat was een enorme stimulans om dat echt eens te gaan uitzoeken. Dus de gesprekken waren heel mooi. Want het ging over wat is voor jullie wezenlijk van belang in het contact met andere mensen, in het vieren van je leven, in het rituele handelingen bedenken om de drempel tussen leven en dood te markeren. Want je gaat er overheen. En hoe dan? En wat laat je achter? En welke handelingen geef je vorm om die stap van hier naar daar zichtbaar te maken en voelbaar te maken? Want daar ben ik wel van overtuigd geraakt. Als je een mooi afscheidsritueel hebt, dan ben je al een heel eind op weg met het begin van rouwen. En weet je dat afscheid nemen? Door rouwen staat dat voor. Waar staat dat dan voor jou voor, dat rouwen? Voor mij staat rouwen voor leren leven zonder degene die overleden is. Dus. En dat gaat niet over natuurlijk. Want, dat geldt dan ook eigenlijk voor iedereen wat je bedoelt. Want ik kan me voorstellen dat als je dan zo'n ritueel met elkaar bedenkt van goh, hoe zou dan dat ritueel eruit moeten zien, dat jij begint met dat rouwproces, maar ook je vader en je moeder en eigenlijk iedereen. Ja, tuurlijk. Ik snap het. Ja, dan komt het en dichterbij. Je weet dat het komt. Ja. Dat je het net zo mooi kunt maken als je het zelf wil. Maar dan begin je eigenlijk ook met dat het onderdeel is van dit leven. Ja. En dat het niet een moment is eigenlijk.
Ook. Het is een heleboel dingen tegelijk. Een mooi afscheidsritueel is voor de overledene om die stap te kunnen maken. Hoe dat werkt, dat weten we helemaal niet. Dat hoeven we ook niet te weten. En dat zal ook voor iedereen anders zijn, afhankelijk van je overtuigingen. Maar de overledene moet de stap maken van hier naar daar, van het leven naar de dood. Ja. En de overlevenden, dus familie, van vrienden, moeten zich realiseren, dit leven is weg. Dit leven is klaar. Dit gaat niet verder. En wij moeten dus gaan leven met verlies. Met, die is dood. Ja. En hoe bewuster je de tijd neemt om bij dat moment, dat omslagmoment. Ja, dat is echt wel een moment, hè? Dat is echt een moment. Dat is echt een moment. Terwijl, maar als je eigenlijk, zoals jij in het begin zegt, van goh, de dood is voor mij onderdeel van het leven. Dus dan kun je het niet hebben over vriend of vijand, hè? Ja. Zo in ieder geval heb ik dat opgevat. Dan is het eigenlijk ook dat, als het heel erg bij het leven hoort, dan is het natuurlijk een moment van overgang van het ene naar het ander. Maar het is ook wat jij zegt, als je daar aan de voorkant al mee bezig bent, dan is het ook een proces wat je samen doet. Dan is het en een moment, maar ook een heel proces, waardoor het ook onderdeel wordt van het leven. Ja, precies. Ja. Dus eigenlijk een mooi uitvaartritueel doe je voor wie gaat en voor wie blijft. Ja. Ja. En voor wie gaat, moet het makkelijker worden om te gaan door met liefde en aandacht te worden uitgezwaaid. Waar je dan ook heen gaat. Dus misschien ga je helemaal nergens heen. Dat maakt niet uit. Dat weet je toch nog niet. En voor wie blijft, wordt het gemakkelijker om te blijven met het verlies. En dat gaat niet over. Maar dat verandert wel in de loop van de jaren. En als je er een goede start mee maakt, dan wordt dat wel makkelijker. Dan helpt het wel om daar goed in te gaan. Om bijvoorbeeld niet te blijven denken, nou, die komt wel weer terug. Ja. Maar dat is niet zo. Nee. Die blijft echt weg. Ja. En dat maakt heel verdrietig. En dat verdriet, dat blijft natuurlijk, maar daar leer je mee leven. Ja. En dat is, daar helpt een goed ritueel bij. Hey, en nu gaat dit over de dood van je ouders of over de dood van iemand anders, hè? Hoe is dat voor jouzelf en voor hoe jij naar de dood kijkt, misschien wel die van jezelf? Dat is iets heel geks. Want wat ik net nog niet vertelde, na dat gesprek dacht ik, oh, dit is zo leuk, ik wil hier mijn werk wel van maken. Ja. Dus toen ben ik een opleiding gaan doen voor uitvaartverzorger. Ja. Die opleiding heb ik afgemaakt. En eigenlijk ik was nog maar pas, hè? Ja, nog maar kort. Ja. Ik heb nu een jaar mijn diploma op zak. En ik vond het een ontzettend leuke opleiding. Ik heb genoten van mijn stages, hoe wonderlijk ook. En waren ook een heleboel dingen waarvan ik dacht, oh, dat vind ik vast heel griezelig. En daar moest ik ook echt wel wat voor overwinnen. Bijvoorbeeld het verzorgen van een overledene in de catacomben van ziekenhuizen. En dan heb ik dat gedaan. En dat is echt wel even wennen, want een dood lichaam voelt echt anders dan een levend lichaam. Levende lichamen, daar vind ik altijd wel leuk om aan te zitten. Maar een dood lichaam is anders. En bij sommige mensen, bij sommige overledenen, had ik echt het gevoel, die is nog een beetje in de buurt. Of die, en bij anderen dacht ik, ja, nee, dit is echt helemaal leeg. Dit is, dat wil zeggen, het is niet leeg, het is natuurlijk het restant van een mens. Het is het omhulsel, het lichaam waar je in gewoond hebt. Maar er is geen bewoner meer. En dat vond ik heel fascinerend. Dat het zorgvuldig... het zorg verlenen aan een onbewoond lichaam, dat vond ik heel ontroerend, vond ik heel mooi om te doen. En om dan verder te spreken. Wat daar zo ontroerend aan voor jou? Hoe dan? Ja, het is letterlijk het laatste wat er aan hartelijkheid voor zo iemand gedaan wordt. En ik denk dat het zorgvuldig helpen bij het verzorgen van het lichaam, wat er ook is wat daar eerst in gewoond heeft, moet daar ook uit loskomen. Mm-hmm. En een aandachtsvolle verzorging kan daar ook bij helpen. Dus ik heb ook wel bij mensen dat ik echt
uitleg van ja, het is een hele gekke situatie dat ik dit nu bij je doe, terwijl we elkaar helemaal niet kennen. Maar dat is omdat je dood bent. En daarom moet dat, daarom doe ik dat voor je. Ja, ja. En dan heb ik echt wel het gevoel dat ik dat moet uitleggen. Ja, en dat maar, is... ik heb dat boek gelezen van Anita Fransen. Was vorige week die boekpresentatie, waar ik dan ook natuurlijk ook een rol in had. Maar zij schreef ook over dat dat doodgaan ook een soort van het omgekeerde van geboren worden is. Waarin ook iemand, zeg maar, en ik bedoel ook qua aura's en in het lichaam komen en daar weer uitgaan, heeft ongeveer dezelfde volgorde. Ja. En dat wat ze vertelde is ook dat iemand, zeg maar, direct na de dood er nog wel een dag of zo in zit. En daarna, na een dag of zo, de ziel echt eruit gaat. En dat je dat ook voelbaar is. Ja. Is dat ook waar je dan over hebt? Dat bijvoorbeeld in de dag direct als je bij een dode bent, dat je dan nog voelt dat ook de ziel er nog in zit. En een dag later... niet meer? Ik kan echt alleen maar afgaan van op mijn eigen waarneming. Ja, dat en wat ik waarneem is dat er dat ik soms een vorm van voorzichtigheid en beleefdheid... Alsof er iemand er nog in zit, ja. Ja. En andere keren helemaal niet. Nee. En ik merkte dat andere professionals dat ook hebben. Ook mensen, iedereen, zeker in die sector, iedereen is hartstikke nuchter. Ja, dit is ook werk gewoon. Het moet ook gebeuren. Maar vrijwel iedereen, ook de supernuchteren, die realiseren zich dat ze iemand benaderen. Het is niet een ding. Het is niet een vaas. Het is echt... Ja, dat is wel meer. En, maar ja, boeddhisten die zeggen, die hebben een heel nauwkeurige beschrijving van hoe de ziel het lichaam verlaat. Dat weet ik allemaal niet. Ik weet ook, daar kan ik niks over zeggen. Nee. Maar wat ik wel... is dat boek wel, ik vind het interessant. Misschien vind je het ook een interessant boek. Ze beschrijft wel heel veel dingen onderzocht. Ik was wel benieuwd of jij dat ook hebt gevoeld. Misschien wel. Ja, er zijn wel dingen waarmee. Ja, ja. Hey, de vraag was van hoe is het om zelf? Ben jij wel eens met je eigen dood? Ja. Ja. Nou ja, dat wou ze vertellen. Ja, goed dat je me daar even weer terug. Wat voordat ik die opleiding ging doen en dus mijn stages ging lopen, vond ik het wel heel lastig om erover na te denken. En dacht ik ook bij. Oké, de sterven natuurlijk, ja, dat kan. En ik weet ook niet wat er daarna gebeurt. Ik denk zelf. En dat heb ik eigenlijk al van kinds af aan gedacht. Als ik niet meer in mijn lichaam woon, dan ben ik dus alleen maar een vrije geest. En als ik dan iets denk, dan ben ik dat ook. Er is niets wat mij weerhoudt. Er is geen materie die me terughoudt in waar ik heen kan met mijn gedachten. Dus met mijn gedachten ergens anders ben ik altijd overal. Ja, en dat zou, dat vond ik ook wel een hele vrolijke gedachte. Ja. Maar die tussenfase van, ja, en wil je dan cremeren of begraven? Dat vond ik eigenlijk niet zo'n fijne vraag. Dus dat stelde ik wel uit. Die hoef je niet. Nee, omdat het een soort van, ja, maar het is wel mijn lijf, weet je. Die wormen, dat wil ik niet. Of die vlammen, dat wil ik niet. En nu, sinds mijn stages, denk ik, ja, het maakt me werkelijk niet meer uit. Ik hecht er niet meer aan. Ik hecht aan het leven, dat wel. Ja. En ik hecht ook enorm aan mijn lichaam. Dat vind ik ook reuze leuk spul. Maar als ik daar niet meer woon, omdat ik dood ben, dat maakt me werkelijk niet uit. En strikt genomen, ritueel maakt me ook niet veel uit voor mij. Nee? Ik denk, nee. Maar wel voor mijn nabestaanden. Voor mijn kinderen, mijn man, mijn vrienden. Vind ik het heel belangrijk dat er een... echt een mooi moment is waarop er kan worden stilgestaan bij wat probeerde je nou eigenlijk met je leven? En zijn er, of er dingen van gelukt zijn, dat kan je zelfs niet zeggen als iemand dood is. Maar wel, wat was nou je intentie? Dat zou ik wel mooi vinden. Of dat vind ik mooi. Maar ik denk eigenlijk dat... ik heb me verbonden met een heel aantal mensen... En die verbinding, dat is belangrijk voor me. Maar misschien kan dat ook
zonder dat ik in mijn lichaam woon. En misschien kan het helemaal niet. Maar in beide gevallen komt het wel goed. Dus dan ben ik gewoon dood. Ja. Hey, ben jij eigenlijk bang om dood te gaan? Nee, ik ben niet bang. Nee. Ik ben wel heel nieuwsgierig. Ik ben wel heel benieuwd. Ja. Want ja, ik heb er wel veel over nagedacht. Van hoe zou dat zijn? En wat zou er kunnen gebeuren? Hoe voelt dat? En het moet de meest op mijn geboorte na moet het het meest drastische moment in mijn leven zijn. Dus, ja, dat denk ik ook. Ja. Hoe dan? Ja. Ja, hè? Ja. En dus het moment van sterven of dood zijn. Nee, dat niet. Maar ja, er zijn natuurlijk hele nare manieren om dood te gaan. Met veel pijn of benauwdheid. En dat is wel vervelend. Mm-hmm. Aan de andere kant, misschien ziet dat er van de buitenkant ook wel veel erger uit dan hoe dat voelt. Ik heb een keer een blinde darmontsteking gehad die niet op tijd herkend was. Die is doorgebroken en dat werd een buikvliesontsteking. En ik lag op de eerste hulp van een ziekenhuis en ze zijn me daar vergeten. Oh. En toen heb ik dus daar gelegen met echt een levensbedreigende situatie. En ik had het gevoel, het werd ontzettend zeer. Ik had heel veel pijn in het begin, maar dat werd steeds minder, die pijn. Terwijl objectief gezien moet de aandoening steeds erger zijn geworden. Maar ja, ze waren vergeten om een morfine te geven. En dus, je denkt echt, dat kan bijna niet. Ja, dus ik lag daar en ik merkte, de pijn wordt minder, maar ook mijn bewustzijn werd minder. En ik voelde dat de poort van mijn bewustzijn steeds nauwer om me heen kwam. Het is steeds meer een koker van, nou, ik zou hier gewoon, ik kan hier uitstappen, dat kan. En dat besef, ik kan ook gewoon wegglijden. Dat besef, dat vond ik eigenlijk, dat was echt een hele grote verandering voor me. Want ik dacht, ik ga dat niet doen, ik wil hier blijven. Ik wil bij mijn kinderen blijven. En ik wil in het leven blijven. Maar het zou kunnen. Ik zou op deze manier uit kunnen glijden. En dat vond ik... ik vond het een troost. Omdat ik dacht... Dit moet eruit zien als iemand met heel veel pijn. En heel ongemakkelijk. En ja... Maar het lichaam reageert kennelijk zo dat verdoofd raakt. Dat was weg na een tijdje. Ik voelde dat niet meer. Ik voelde wel, ik ben aan het zakken. Ik ben aan het dalen. Het wordt donkerder. En je voelde ook blijkbaar dat je een keuze had. Nog wel. Ja, zo voelde het wel. Ja. Niet dat van die tunnel met licht. Niet dat met die tunnel met licht en zo. Dat had ik niet. Nee, dat had je niet. Maar het is wel bijzonder dat wat je vertelt is dat je lichaam dus op een bepaalde manier reageert, waardoor je verwacht dat je heel veel pijn hebt. En misschien heb je dat ook wel, maar dat er iets gebeurt in je lichaam, waardoor misschien je wel in een soort verdoving raakt, of wegzakt, of iets. Waardoor het eigenlijk minder heftig is als je zou denken. Ja. 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 En dat gevoel is, zou ik eerder... ik zou eerder zeggen, het is een hele diepe meditatie. Met heel veel intense rust en in intens donker. Maar geruststelling ook. En Je zou eigenlijk... Jij hebt anders gekozen. Wat natuurlijk echt super fijn is. En je bent hier en gelukkig maar. Ja, ben ik ook blij. Maar stel van niet. Dan was het misschien wel niet eens pijnlijk geweest. Als je dat zo... Als ik op die manier gegaan was, dan denk ik niet. Nee, dan was de pijn was al geweest. Maar ja, dat heb je nu eenmaal in het leven. En dat kun je ook, denk ik, meer verdragen dan wat je van tevoren denkt. Het gaat wel, het wordt wel zwaarder. Maar als het te zwaar wordt, ja, dan ga je eruit. Dan ben je er niet meer. Dan ben je weg. In die vorm van waarneming, van bewustzijn. Maar wel... jij zei net,
Je citeerde uit dat boek en dat het hetzelfde is als bij geboorte. Wat ik wel heel erg voel is bij in een huis waar een kind geboren is, heerst wel voor mijn gevoel precies dezelfde sfeer als in een huis waarin iemand aan het sterven is. Uh-huh. En echt alsof de hemel gaat een beetje open en soms komt er iemand uit en soms gaat er iemand naartoe. Het is echt zo'n soort stewardessen. Maar dat luikje, dat voel je. En ik noem het nu omdat dat zo'n enorme tegenstelling is met het donker dat ik als geruststelling om me heen voelde. Tegelijkertijd dat hele lichte van de fragiele grens tussen leven en dood. En soms is het tussen dood en leven, soms tussen leven en dood. Ja. Maar die fragiele grens, die is voelbaar als iets wat heel veel aandacht nodig heeft. En heel veel voorzichtig. Niet te hard praten. Er gebeurt een wonder. Het is een soort heiligheid. Dat voel ik. Laatst is dan mijn schoonvader overleden. En die... ik kan het even heel dichtbij halen. Ja. En dat voelt altijd als een soort heiligheid. Ook om daarin te gaan. Waar die dan opgebaard is. Dat je echt denkt, ja, we gaan als vanzelf een beetje stil praten. Dat is een soort... Ik vind het wel een mooie sfeer eigenlijk. Soms denk ik wel, het mag ook wel normaal, weet je wel. Natuurlijk, je gaat dan niet feesten of zo. Maar het voelde wel zo van, ja, het hoort bij mij echt bij het leven. De dood. En misschien komt daar ook bij de vraag dat ik denk, vind ik altijd een hele lastige vraag van, tegenwoordig kunnen we heel veel. Hè? Kunnen we mensen in leven houden en heel lang in leven houden. Ja. Wat vind jij daarvan eigenlijk? Heb je daar iets mee of tegen? Hoe kijk je er tegenaan? Dat is een betere vraag. Hoe kijk je daar tegenaan? Ik vind je eigen leven, dat is natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid en je eigen keuze. Ja. Dus daar kan niemand zich mee bemoeien. Daar kan niemand van zeggen, je bent nu klaar. Kan je alleen zelf zeggen. Ik kan ook niemand zeggen, nee, jij moet nog even verder. Dat kan niet. Je kunt wel mensen proberen te helpen om de moeite van het leven aan te willen. Maar als ze dat echt niet willen, ja, dan is hun eigen verantwoordelijkheid. Voor mij was... ik heb ook wel eens gedacht, ik wil liever dood. En ik denk dat heel veel mensen dat wel een periode of een moment in hun leven hebben gedacht. Ik kan niet meer. Ik ben op. Ik wil niet meer. En ik was heel blij dat mijn moeder toen tegen mij zei, je kan stoppen als je dat wil, want het is jouw leven. Maar dan houdt het ook op. En dan heb je niet nog een kans om nog iets uit te proberen. Dan houdt het echt op. Dus als er nog dingen zijn die je wil uitproberen om te zien of je daar toch nog plezier in gaat krijgen, dan moet het nu, voordat je doodgaat. Uh-huh. Daarna gaat het niet meer. Uh-huh. En dat vond ik een heel goed advies, want ik ben ook wel nieuwsgierig dan. Want, nou ja, ik kan wel ook kijken. Wel naar het leven, toch? Ja. Dus dat heeft mij toen enorm geholpen. Ook de rust van, ik hoef mezelf niet te forceren om te blijven. Als ik echt niet meer kan, dan kan ik stoppen. Maar dan houdt het wel op. Ja, dat is de consequentie ervan. Ja, dan wordt wel je nieuwsgierigheid op. Ja, maar nieuwsgierigheid kan ook andere zijn, maar dat komt sowieso wel. Ja. En ik denk ook dat nieuwsgierigheid staat tegenover lijden. En er is lijden. En bij heel veel mensen is dat er. Het gaat echt om, ben je nog nieuwsgierig naar wat er,
wat er nog komt. Of wat er zou kunnen komen. En hoe, ook als je het gevoel hebt, maar ik heb daar helemaal geen zegging meer over. Ik kan daar niks meer over zelf bepalen. Dan nog kun je nog wel nieuwsgierig zijn. Goh, dat ben ik toch benieuwd. Misschien wel heel simpel. Kleine stapjes. Soms wel heel, heel klein benieuwd naar... Nou, wat zou er eigenlijk vanavond appelmoes bij het eten zitten? Als je dood bent, weet je dat niet meer. Ja, mooi. Het hoeft niet heel, en dat is wel wat bij mij heel erg veranderde, ook door concreet bezig te zijn met het sterven en het leven. Ja. Dat maakte dat klinkt als enorm grote en gewichtige dingen, maar het zit soms in hele kleine dingen. En Ik merk dat bij... Ik heb destijds, een tijd geleden alweer, een boek geschreven over een vrouw die stierf aan kanker. Die van tevoren had gezegd, ja, maar als ik dat en dat niet meer kan, dan wil ik niet meer. Dan wil ik dood. Ze kon dat niet meer en ze leefde gewoon door. Ze zei, ja, dat is... Nee, maar dat is... Dus je schrijft je grenzen op en je nieuwsgierigheid schuift mee. Ja, dat ah, oké, okay, dus ik kan nu niet meer lopen, maar wat kan ik dan wel? Daar ben ik benieuwd naar. Ja. Of, ik kan nu niet meer horen, maar wat kan ik dan wel? En hoe verhoud ik me dan tot de wereld? Als dit verdwijnt, komt er dan iets anders voor in de plaats? Kan ik het vervangen? Of kan ik ermee leven dat het weg is? Ja, die vragen die schuiven mee. Ja, en ook je nieuwsgierigheid dus. Ja, ja. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel mooi. Dus dan ga je eigenlijk nieuwsgierig. Steeds word je nieuwsgierig naar iets anders. Zo toewerkend naar de dood. Wat dan natuurlijk een keer komt. Ja. Ja. Ja, mooi hè. En hoe je daar dan ook je in verschuift. Ook wat jij zegt. Ja. Verschuift in dat wat je niet voor mogelijk had gehouden. Wat je nog zou willen. Maar dat als dat moment daar is. Dat je dat dan gewoon toch wel doet. Ja, omdat eigenlijk de hele context daarmee ook veranderd is en er een nieuwe context ontstaat. Ja, waar je wel of niet iets mee kan. Ja. En dat is die voortdurende verschuiving van bevredigde nieuwsgierigheid, nieuwe nieuwsgierigheid, verlies van het een en winst van het ander, of je neerleggen bij het ander. Dat is zo'n interessant proces, dat ik verbaas me vaak over uitvaarten, waarbij dan iemand die 84 is geworden, waarbij je dan een jeugdfoto ziet. Zo gaan we ons haar herinneren. Wat zonde, want al die andere jaren, al die jaren die daarna kwamen, ja. Dat heeft ze daarin allemaal niet nog meer beleefd en ervaren. En, dus om op een ritueel dat recht doet aan dat proces en dat ontwikkelingsproces dat ieder mens doormaakt, dat vind ik het mooiste om te creëren. Om met familie en vrienden samen een beeld te krijgen van, maar dit is hoe we hem of haar hebben leren kennen. En toen hebben we gezien dat er dat gebeurde en dat hij daarop reageerde met zo. En toen kon hij opeens dat of dat niet meer. En toen kwam er dat. En zo'n ontwikkelingsgang, het is heel mooi om dat zichtbaar te kunnen maken in een ritueel. En in woorden natuurlijk. Want daar hoort ook bij dat er gesproken wordt, dat er woorden worden gevonden voor die recht doen aan de waarde van keuzes en van ontwikkeling als je het lezen. Hey, en hoe is het nou, want als ik nu kijk naar waarom ik ook deze podcast ben gestart, omdat ik denk, goh, in deze tijd zijn we ofwel heel sterk met de dood bezig, ofwel we proberen hem te ontkennen, van dat hij er niet mag zijn. Ja. Vind je dat wij ook de dood, zeg maar, kunnen ontkennen? Kan dat überhaupt? Je doet maar. Ik kan de dood niet schelen. Dat kan, hè? Ja, laat het doen. Dat kan je rustig doen. Ja. Maar waarom? Daarmee ontneem je het leven een heleboel waarde, vind ik. Maar weet je, ik ben wel benieuwd, want dat is altijd de discussie. Kijk, voor mijzelf geldt dat dus heel sterk, omdat ik denk dat doordat ik vroeg in mijn leven ziek ben geweest, een beetje op het randje van de dood heb geleefd, zeg maar. Nu ik wel weet van als ik nu niet leef, dan weet je, het heeft mij het leven gegeven.
Ja. En ik denk, ik weet dat natuurlijk niet als dat niet zo zou geweest zou zijn of ik dan anders had geleefd. Maar ik denk voor mezelf nu, zo voelt het, dat omdat ik daar ben geweest en dus ook de dood heb in de ogen heb gekeken, ik ergens wel weet, ik moet niet wachten tot morgen om te leven. Want ik weet niet of er een morgen is. Dus daardoor sta ik voor mij echt in het leven met alle ups en downs die ik zelf ook heb. Hè. Ja. Ik ben wel benieuwd, stel dat je dat niet doet, en daar, ik ben nu heel vaak in discussie ook wel met mensen die dan die dood echt niet willen, niet willen zien, of liefst zo ver mogelijk wegdoen, van goh, hoe sta je dan in het leven? Dat vind ik echt een hele interessante discussie. Ja, ik vind het eigenlijk helemaal niet zo interessant. Nee, vertel. Ja, of je er nou wel of niet een fijne gedachte vindt, je gaat op een gegeven moment dood. Ik bedoel, ja. Zelfs Harry Mulisch is dood gegaan. Nou, ja, dat meen je niet. Allemaal. Ja, dat hadden we echt niet gedacht. Jawel, ja. Dus, nou, weet je, ja. Je gaat dood. Alleen, als je er echt niet over wil nadenken. Maar ja, dat hoeft toch niet? Dat komt vanzelf. Je hoeft ook niet na te denken over je eerste menstruatie als je nog niet ongesteld bent. Nee, dat is ook waar. Maar wat ik gewoon bijvoorbeeld nu merk, is dat we heel erg bezig zijn, of in ieder geval angstig voor de dood. Hè. Als we naar dat virus kijken, dan doen we alles om de dodenaantal op nul te krijgen. Waardoor we ook best wel, vind ik zelf, een soort tekort doen aan het leven. Dat weet ik niet. Ik weet niet of dat een logisch verband is. Voor sommige mensen misschien wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat je zegt, ik geloof toch niet in het dat ik dood ga. Dus ik wil me niet laten vaccineren. Dat vind ik net zo suf. Oké. En dat kan ook. Ja, dat gaat eigenlijk over hetzelfde. Wat ik wel zie is, het hele gesprek over wel of niet te vaccineren en dat soort dingen, versterkt eigenlijk elke overtuiging over leven en dood. Yeah. En hoe, dat is nogal afhankelijk van wie je denkt of wie ermee bezig is. Maar er blijven gewoon maar overtuigingen en die staan los van de werkelijkheid dat we allemaal doodgaan een keertje. En of het je stimuleert om extra intensief te gaan leven en je dus te laten vaccineren. Of dat het je stimuleert om extra intensief te gaan leven en je dus niet te laten vaccineren. Het maakt helemaal niet uit. Het maakt echt niet uit. Het is bijna eigenlijk van hetzelfde. Ja, dat is het. Dus wat ik daardoor erg vind, is dat het toch mensen van elkaar weghoudt. Daar is het leven niet voor. Het leven is niet om je voor elkaar te verstoppen of om weg te blijven bij elkaar. Het is om elkaar te omhelzen en te weten, we zijn nu samen en we weten nog niet wat er straks gaat gebeuren als we dood zijn. Dus in ieder geval nu maar bij elkaar zijn, dat vind ik belangrijk. Ja, mooi. Ja. Maar goed. Toen ik jou vroeg om, want ik was toen bezig met de titel van dit gebeuren. Ja. Ik heb nou gekozen voor de dood, hè, vriend of vijand. Ja. Jij had een hele andere titel, die durfde ik niet aan. Maar jouw titel was Leven de dood. Ja. Kun je toch wel even iets vertellen over deze titel die je daarvoor bedacht en waarom? Ja. Hij was eigenlijk wel sterk als nou. Weet je, ik herinner me een heleboel grote thema's waarvan wij jarenlang, jaren 80, 90, zeiden, weg met. Dat heeft allemaal heel weinig geholpen. Je kunt niet iets wegdenken wat er is. Dus je kunt beter zeggen, leven, het is er. Het leeft. Dus leven de dood, nu kunnen we het omarmen, we kunnen het omhelzen. En dan kun je verder gaan kijken naar hoe wil ik me daartoe verhouden. Wat doet het mij? Waar zitten mijn angsten? Waar zit mijn pijn? Waar zit mijn verlangen?
En dan kun je gaan kijken naar hoe wil ik ermee omgaan. Dus weg met helpt niet, ontkennen helpt niet. Maar ja, omhels het dan en onderzoek het thema. En vaak is alleen al er naar kijken is al genoeg om om over je grootste angst heen te komen. Maar het is ook, het zou me gadakken wat vreselijk zijn als we niet meer bang waren voor de dood. Dan verliest hij ook een beetje zijn functie. Dat is ook niet goed. We verlangen naar het leven en we zijn bang voor de dood. En daardoor leven we. Als we maar dat de spanning daartussen maakt het wel interessant. Jawel. Allerlei. Ja, ja dat is het zo. Leven als de dood. Hè? Ja. Ja. Maar als we alleen maar zouden verlangen naar de dood en bang waren voor het leven. Ja, dat schiet echt helemaal zijn doel voorbij als soort. Dus, ja. Nou ja, ik snap het ook wel van ervan weggaan of zo. Wat je dan zegt van niet willen. Dat heeft in ieder geval ook wel bewezen dat niet werkt. Dus, nou. Nee, maar je kunt over alle grote thema's kun je in ontkenning leven. Ja. Ja, en als je in ontkenning voor de dood wil leven, voor mij zou het er dan, ik probeer me dat voor te stellen, want omdat ik dat niet doe, moet ik dat fantaseren. Ik denk dat ik dan aan één stuk door zou willen partyen en echt volop het leven willen vieren, waardoor ik mezelf uitput en eerder dood ga. Maar goed, dat is dan een detail. Dat voelt dan in ieder geval niet zo. Ja. Het is een. Het is zo'n onderdeel van het leven, voor mij in ieder geval, dat ik niet denk dat ik daar zonder zou willen. Nee. Maar leven de dood. Het was meer dat ik dacht, goh, als ik dat als titel neem. Daar schrikken mensen volgens mij zo van dat je echt denkt, nou, dan ga ik niet kijken. Want het is net. Voor mij voelde het alsof... ik snap helemaal wat je zegt. Hoor. Dus als je met deze uitleg, denk ik... Nou, daar had ik misschien toch wel voor moeten kiezen. Maar misschien zet ik hem voor jou erbij. In de uitzending. ja, maar het is wel... De dood is ook zoiets van... alsof het heel veel... Nou ja, nee, wat je eigenlijk aan het eind zegt. Van, goh, als dat er helemaal mag zijn... En je zou er helemaal naartoe leven... Dan geeft het weer een heel andere dynamiek. Als je als nieuwsgierig functionerend mens, met levenskracht en levenslust, als je zo leeft en je bent en je verlangt naar de dood, dan kijk je niet meer uit met oversteken. En dan breng je zowel jezelf als andere mensen in gevaar. Want als het je niet uitmaakt of je doodgaat. Dan schat je je eigen risico's en je eigen krachten niet goed in. En daar kun je andere mensen mee in gevaar brengen. En het moet verschrikkelijk zijn voor iemand om jou per ongeluk dood te rijden, omdat jij het verdomde om uit te kijken. Ja. Zoals het ook verschrikkelijk moet zijn voor mensen om besmet te raken door iemand die zelf een besluit nam om zich niet te laten vaccineren en iemand te willen besmetten. Als dat, weet je, dat zijn... Keuzes die niet alleen jou aangaan, maar die ook anderen aangaan. En in die zin, dit is helemaal in tegenspraak met wat ik in het begin zei. Je leven is je eigen verantwoordelijkheid. In die zin is de dood ook min of meer je eigen verantwoordelijkheid. Als je daar driftig, trappelend tegen blijft verzetten. Of je geeft je er zelf echt helemaal enthousiast aan over. Ja, dat heeft niet alleen voor jezelf consequenties. Ja, voor jou is dat dan makkelijk, dan ga je dood. Maar daar heb je ook, er zijn altijd mensen die je achterlaat. Maar als je zelf ernaar verlangt en in overleg met degene die je dierbaar zijn, zegt, ja jongens, het gaat niet meer. Ik wil niet meer. Natuurlijk, dan moet je alle ondersteuning hebben om op een liefdevolle manier te vertrekken. En dat is ook heel pijnlijk. Dat is ook heel verdrietig om te zien gebeuren. Ja. Het is ook wel een zegen. Dat staat niet tegenover het leven eindeloos rekken met medicatie. Ondanks het feit dat iemand niet meer bij bewustzijn is. Dat gebeurt ook. Dat is niet voor die persoon. Dat is voor de nabestaanden. Die dat niet willen worden. Dat is een vorm van angst voor de dood. Die het leven niet koestert. Maar die
die het leven moeilijk maakt en beperkt maakt. En, ja, dat is dan wel, ja, dat vind ik dan wel pijnlijk om te zien. Ja. En ik denk, vind het ook wel goed dat steeds minder de norm is. Van nee, we blijven medicatie geven tot het echt niet langer kan. Mm-hmm. Dat is helemaal niet meer zo. Mm-hmm. Dus het is toch makkelijker om op een mooie en liefdevolle, aandachtvolle manier het leven uit te stappen als het echt niet meer gaat. Yeah. En dat besluiten ze echt alleen aan jezelf. Ja, dat is dan weer een beetje raar, want de euthanasiewet zit dan weer zo in elkaar dat je daar een specialist bij moet hebben en dat die het mee eens moet zijn met jouw besluit. Want dat kun jij zelf niet bepalen, dat kan alleen een arts. Die kan weten of jij nog plezier in het leven genoeg hebt. Maar wat wel echt heel erg serieus, ik bedoel, dat kan iemand anders toch helemaal niet bepalen. Dus waarschijnlijk gaat dat gewoon oké. Okay. Ja, het wordt wel steeds makkelijker om gewoon zelf die keuze te maken of in samenspraak met de familie. Vaak denk ik ook nog wel, ja, niet dat ik daar verstand van heb, maar kan ik me zo voorstellen. Het is natuurlijk met vragen om euthanasie wel zo dat je toch een ander, hè, dus zo zit de wet nu helemaal elkaar, dat je toch een ander meetrekt in die vraag en mede verantwoordelijk maakt voor jouw leven, voor het beëindigen ervan. Ook als dat een huisarts is die zegt, ja, ik begrijp het. Begrijp je vraag, kan het helemaal invoelen, vindt het ook oké dat jij nu wil gaan, dan zal zij, die huisarts, toch degene moeten zijn die daad, die handeling uiteindelijk verricht. En daarmee die jou helpt om die grens over te gaan van leven naar dood. En dat is echt wel een belangrijk. Dat is echt een ding. Dat is eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt als iemand dan overleden is, dat je dan nog iemand wat je mooi neerlegt, weet je. Dan ben je daar ook op die manier mee bezig, toch? Is ook, maar dan is het al gebeurd. Die is al weg. Maar goed, beide is wel heel respectvol en je hebt daar allebei je eigen rol in. Ik kan me echt voorstellen dat je zo'n arts, dat hij gewoon elke keer toch wel een drempel soort van overmoet van zo, dat ga ik dan doen. Ja, en dat is ook... Dat moet zorgvuldig gebeuren, dat zeg je eigenlijk. Ja, precies. Ja. En voor beide geldt, je gaat min of meer samen die drempel over. Hè. Ja. Huisarts brengt dan de aanstaande overledene weg. Mm-hmm. Oké, nu ben je hier, straks ben je daar en dat komt door mij. En dat is een besef waarmee je uit de voeten moet kunnen. En als je eigen angst voor de dood heel groot is, dan kun je dat niet doen. En dan kan je het ook niet vragen aan een huisarts. En veel huisartsen, vooral de oudere garde, heeft nauwelijks confrontaties gehad met hoe gaan wij om met een stervenswens. En dat kwam helemaal niet aan de orde. Dat komt tegenwoordig veel meer aan de orde tijdens opleidingen. Maar dan is dat raar, want je hebt je voorgenomen om het leven te rekken. En niet om erbij te zijn, om iemand te helpen die drempel over te stappen. Terwijl, als dat van je gevraagd wordt, dan is dat net zo'n zorgzame handeling. Die je in rust en met aandacht uit wil voeren. Mm-hmm. Maar het is, je betreedt daarmee zelf ook een schemergebied. Het schemergebied. Niet zomaar een schemergebied. Gewoon het schemergebied. Ja. En nu ben jij... jij hebt ervoor met de opleiding gewoon geheel afgerond. Ben jij nu ritueel begeleider? Ja. Ik ben ritueel begeleider. Ik ben ook uitvaartverzorger. Dus dat is een fijne combinatie. Want ik weet dus hoe het proces gaat. En ik ken elke stap ervan. Maar wat ik het mooiste ervan vind, is om mensen te helpen onder woorden te brengen hoe zij hun leven herinnerd willen hebben. En welk ritueel ze mooi zouden vinden. Want dat, weet je, elk ritueel is anders. En je creëert een moment om samen te zijn met elkaar en stil te staan bij het leven, bij het doorgaan en bij het hier blijven. Dus mijn bedrijf heet ook Afscheid Geven. Met als ondertitel voor wie gaat en voor wie blijft.
En het is in dat gebied, zeg maar op de rand van die schutting, iets moois maken. Wat van waarde is voor beide partijen, voor wie gaat en voor wie blijft. En voor mij persoonlijk is het heel mooi om dat te doen, omdat het altijd waardevolle gesprekken zijn. Mm-hmm. Er is geen flauwekul in het licht van de dood. Daar heb je gewoon geen tijd voor. Nee. Iemand die sterft weet dat. Maar nabestaanden, verse nabestaanden, weten dat ook. Ja. Er is ook een enorm relativeringsvermogen opeens. Ja, dat kunnen we nou wel zeggen. Maar je weet nu, het kan zomaar voorbij zijn. Maar dat is bij Piet ook gebeurd. En daar zitten we nu. Weet je, dus je kunt verschrikkelijk hard lachen. En juist, dat is ook, hè? Juist, ja. Ja, ja. Ja, heel wonderlijk. Ja, er komt... Ja. Dus dat merk ik ook wel als we spreken over een leven dat net voorbij is of dat voorbij aan het gaan is. Want weet je, omdat we dus, dat heb ik al onthuld, hè, omdat iedereen doodgaat. Ja, echt, hè, onthuld, ja. Dat weten we. Ja, okay. Dat is geen verrassing, maar... is zo. Maar daarom kan het ook helemaal geen kwaad voor mensen, twintigers, jonge ouders. Denk erover. En ook dan, als je volop in het leven staat en nog zoveel nieuwsgierigheid hebt, ja, dan is het heel leuk om die ook alvast te laten gaan. Of, en hoe zou ik dan een uitvaart willen? Wat zou ik dan mooi vinden voor mezelf? En wat zou ik fijn vinden om te doen tijdens een uitvaart van mijn geliefde? En dat is dat geeft zo'n wonderlijke vorm van intimiteit. Want eigenlijk is de vraag: waarom hou ik zo van jou? Of wat vind ik nou zo bijzonder aan jou? Hoe herinner ik me jou? Wat is mijn favoriete herinnering aan jou? En wat zou ik met iedereen willen delen? En wat is mijn favoriete herinnering die ik met niemand wil delen? Omdat het puur van ons is. En al die vragen komen aan de orde bij het doorpraten. Hoe wil ik mijn uitvaart? Of hoe wil jij jouw uitvaart? En dat is prachtig om nou... Dat is echt... Ik ervaar dat altijd als een eer om daarbij te mogen zijn. Dat snap ik helemaal. Ja. Als jij dat hierbij de uitnodiging doet aan jongere mensen om dat al vroeg te doen. Je kunt er niet bij aanpassen, hè? Toch? Ja, kan altijd. Ja. Je kan altijd. Ja. Ja. Nou ja, ik vind het wel mooi. Ik heb dit jaar een aantal mensen zo ook mogen begeleiden, ook in het heen gaan. En ik heb wel ook, ook wel iemand geïnterviewd die zijn levensverhaal deed 2 weken voordat hij overleed. Ja. Dat wisten we toen de tijd niet, we hadden wel iets meer nog gegeven, maar het was wel zo stil, maar ook vol plezier gewoon. Terugkijken op het leven en hoe je op dat moment het leven eigenlijk met elkaar viert. Ja. En helemaal niet in mineur bent of zo, maar meer erbij stilstaat dat het eindig is, maar ook je juist herinnert hoe je het leven hebt gevierd. Ja. Vond ik zo mooi. Het is zeg maar de uitvergrote sfeer, echt veel groter, maar in essentie is het hetzelfde als... Gisteren ben ik met Koos samen naar de Carmina Burana gegaan. Dus een heel pompeus muziekstuk met een koor met ik geloof wel 80 zangers. En het symfonieorkest en heel veel slagwerken. Wow. En dan kom je thuis en... Oh, wat was het mooi. Wat hebben we ervan genoten. En dat is in essentie het gevoel bij weten dat je nu snel gaat sterven. Op zijn best. Op zijn best, ja. Ja, op zijn best. En er zijn natuurlijk heel veel variaties over. Maar dat zou er in ieder geval bij moeten zitten. Oh, wat was dat mooi. En dat kunnen maar hele kleine dingen zijn. Ik heb die als achtergrond die foto van een veld vol met hyacintjes in een bos. Wat is het mooi. En dat gevoel, het hoeft maar iets heel kleins te zijn. Al is het maar dat je zo'n soort boshyacintjesveld hebt gezien. Dat maakt toch je leven mooi. Ja,
Het hoeft ook niet. Het hoeft niet heel groot te zijn. Hè? Het hoeft niet. En dan, ik heb een boek, nou, ik vertelde een boek geschreven over een vrouw die doodging aan kanker. Die vertelde dat ze eigenlijk nog voordat ze terminaal ziek was, ze wist al dat ze ziek was, maar zei ze: ik moet mijn kinderen meenemen naar het circus. En dan zorgen dat het circus opeens zich omdraait naar mijn kinderen en naar mij. En dat wij in het middelpunt van de wereld. Dan ga ik eruit met een knaller. Ja, dat hoeft helemaal niet. Dat redden ze ook niet meer, want ze werd veel zieker dan dat. Maar je leven is een knaller. En bijvoorbeeld een veld met bossen hier zit. Dat is een knaller. Dat is ook een knaller. Ja. Ja, dat is gewoon heel en mooi. Ja. Dankjewel, Joeke, voor je openheid ook over dit mooie onderwerp. Ja, graag gedaan. Leuk om over te praten met je. Ja, ja. Ja. Dankjewel. Ja, benieuwd naar de andere gesprekken. Ja, nou, dat gaan we zien. Oké. Okay. Dankjewel.